Goedendag, mijn naam is Michael Wermerman. Ik zal vandaag een korte presentatie geven over farmacotherapie bij een bipolaire stemmingstoornis. En de behandeling van een bipolaire stemmingstoornis is afhankelijk van in welke fase de bipolaire stoornis zich op dat moment begeeft. Er zijn namelijk een aantal fases te onderscheiden. Aangezien het een bipolaire stoornis betreft, kan je de manische en de depressieve fase van elkaar onderscheiden. Maar het is ook belangrijk om je te realiseren dat er verschillende fases in de chronologie, in de tijdschronologie, aanwezig zijn die bepalen in wat voor type behandeling een patiënt valt. Zoals je hier kunt zien op de dia, op de figuur, onderscheiden we dus de manie en de depressie, maar ook bijvoorbeeld de acute behandeling, de behandeling waarin iemand enorm manisch of depressief is met alle ernstige gevolgen van dien. Waarna er een voortgezette behandeling bestaat, eigenlijk een periode waarin er nog wel klachten aanwezig zijn, maar waarin de grootste manische of depressieve periodes voorbij zijn en er nog steeds wel een voortgang wordt geboekt, dus er nog niet een volledig herstel is. En uiteindelijk hebben we de onderhoudsbehandeling, waarin in principe iemand geen of minimale klachten heeft van de manie of de depressie, maar waarin een periode waarin patiënten nog wel medicatie kunnen krijgen, een beetje afhankelijk van de ernst van de manie en de depressie en het aantal episodes, kan er gekozen worden voor een onderhoudsbehandeling in overleg met de patiënt en de omgeving van dienstpatiënt. Het is belangrijk te realiseren dat die acute behandeling een aantal weken in beslag gaat nemen, die voortgezette behandeling tot een aantal maanden zal duren en die onderhoudsbehandeling in theorie jaren tot levenslang kan plaatsvinden. Als we eerst eens gaan kijken naar de acute fase, en heel specifiek de acute fase bij een manie, dan is het belangrijk om je te realiseren dat als deze patiënt eerder een depressieve episode heeft gehad en daarbij antidepressiva heeft gehad, dat daarmee gestopt wordt. In eerste instantie kan een enkele depressieve episode, die zou bij een manie kunnen horen, maar als er geen manische episode is, dan weten we dat niet. Dus dan kan het heel goed zijn dat een eerste bipolaire stoornis wordt behandeld met antidepressiva. Maar als er dan een manische episode bovenop komt, is het belangrijk om die antidepressiva te stoppen. Wat is dan wel de acute behandeling van een manie? Dat is vaak met atypische antipsychotica of typische antipsychotica, zoals bijvoorbeeld haldol, olanzapine, quetiapine en risperidon, waar we zo eens wat meer op gaan inzoomen. Als we zien dat een patiënt in de acute fase van een depressieve periode van een bipolaire stoornis bevindt, dan zien we de behandeling met wat andere middelen, ook vaak atypische antipsychotica en soms dan gecombineerd met de SSRI fluoxetine. Ik zei al, na die acute fase zal er een voortgezette behandeling zijn die een aantal maanden in beslag gaat nemen. En in deze periode, met name aan het einde van deze voortgezette behandeling, zal een afweging worden gemaakt of er over wordt gegaan op een onderhoudsbehandeling afhankelijk van hoe ernstig het aantal episodes en de familiaire belasting was. Nou, juist deze onderhoudsbehandeling vindt dan vaak plaats met lithium, olanzapine of quetiapine. En lithium is daarbij het meest gebruikte middel. Vandaar dat deze ook dik gedrukt staat. Maar indien de aanvalsbehandeling en voortgezette behandeling met olanzapine of quetiapine goed werkzaam was, kan er ook voor worden gekozen om die behandeling aan te houden. Lithium is geen vorm van aanvalsbehandeling. Dus dat is echt een pure onderhoudsbehandeling. Nou, als we gaan kijken naar de antipsychotica, dan kunnen we verschillende groepen onderscheiden. We hebben de eerste generatie, of ook wel klassieke antipsychotica genoemd. En hier staan een aantal voorbeelden daarvan met hun merknamen. En dat zijn middelen die specifiek aangrijpen op dopamine en dan echte dopamine-antagonisten of remmers zijn.
Daarnaast hebben we ook een tweede generatie, ook wel atypische antipsychotica genoemd. Hier staan er weer een aantal verschillende middelen. En het verschil daarmee is dat het een minder effect heeft op dopamine, maar ook aangrijpt op heel veel andere neurotransmitters, waar ik het zo over ga hebben. En een van de belangrijkste zaken die de laatste jaren aanwezig zijn, is dat die verschillen tussen deze generatie, dus tussen de eerste en de tweede generatie, steeds meer vervalt. Dus eigenlijk meer een soort grijs gebied, waarin we niet per se kunnen zeggen het is een eerste of een tweede generatie. Maar voor onderwijskundige aspecten is het nog wel handig om er enigszins een onderscheid te maken tussen deze twee grote groepen geneesmiddelen. Als we dan wat meer in gaan zoomen op waar deze middelen op betrokken zijn, dan zijn ze allemaal in zekere mate betrokken bij dopamine. Hier zien we het brein. En in ons brein zijn verschillende dopamine pathways betrokken. Zo hebben we namelijk een mesolimbisch pathway. En dat is een pathway die vaak betrokken is bij hallucinaties, wanen of andere positieve symptomen, soms van een schizofrenie of andere aandoeningen, bijvoorbeeld bij een manie. En we zien dat een verhoogde concentratie van dopamine hier tot deze symptomen leidt. Daarnaast hebben we ook nog andere pathways, zoals het mesocorticale systeem, wat ook betrokken is bij echte schizofrenie, waarbij mensen vaak afvlakking hebben van bepaalde gevoelens, lusteloosheid, apathisch zijn. En we zien dat dopamine hier een hele belangrijke, of dopamine in deze pathway, als dat verstoord raakt, een belangrijke invloed geeft op deze symptomen. En daarnaast zien we dat dopamine nog bij heel veel andere processen een belangrijke rol speelt. Onder andere het nigrostriatale systeem. En dat is hetgeen wat vaak betrokken is bij de ziekte van Parkinson. En als we met atypische of typische antipsychotica gaan behandelen en deze dopamine blokkeren we dat vaak ook op dit gebied, op het nigrostriatale gebied. En dan zien we dat we door die medicatie, met name door een overdosering, dat we een soort Parkinsonisme kunnen creëren, omdat we ook in dit gebied de dopamine remmen. Als laatste hebben we nog een tubulo-infundibulair systeem. En dat is het systeem naar de hypofyse. En daarbij is dopamine belangrijk bij de afgifte van prolactine. En zolang er een bepaalde concentratie is van dopamine, zal er geen prolactine worden afgegeven. Maar zodra de dopamineconcentratie in dit systeem verlaagd wordt, komt er meer prolactine vrij, wat verschillende symptomen kan geven, waaronder bij mannen, maar ook bij vrouwen, dat er lactatie, dus borstvoeding, op kan treden, zonder dat dat gewenst is, bijvoorbeeld in een zwangerschap. Dat is een van de symptomen bij zowel klassieke als bij atypische antipsychotica, zou dan ook kunnen zijn dat je lactatie geeft, zowel bij mannen als bij vrouwen. Als we dan gaan kijken, ik zei net al, die typische antipsychotica of eerste generatie, en dat zijn dus middelen die echt met name dopamine blokkeren, ze hebben een remmend effect op dopamine, en daar kan je bijwerkingen aan aflezen en hebben maar een mild effect op een aantal andere neurotransmitters, zoals bijvoorbeeld histamine, muscarine of de alfa-receptoren. Daarentegen de atypische antipsychotica, ik zei het net al, die hebben ook een effect op dopamine, maar vaak een lagere affiniteit, waardoor je vaak wel ziet dat die atypische antipsychotica binden aan dopamine, maar ook heel snel weer kunnen loslaten, waardoor dopamine alsnog kan binden aan de dopamine receptor. Maar veel vaker hebben deze atypische antipsychotica ook invloed op serotonine, een serotonine receptor. En vaak een blokkerende werking. Nou, en ook daarvan zie je dat patiënten bijwerkingen kunnen hebben. Maar we zien ook dat de bijwerkingen ontstaan door een veel groter antagonisme van histamine. Wat naast wat sufheid ook voor veel metabole bijwerkingen kan zorgen. Dat invloed heeft op muscarine, serotonine en alfa-1.
En afhankelijk van het type atypische antipsychotica, dan zie je dat de ene meer aangrijpt op de ene receptor en de andere meer op de andere receptor. Dus dit is echt een enorm heterogene groep van geneesmiddelen, die eigenlijk allemaal als doel hebben dat ze iets doen op psychose en wat gekker zijn, en vandaar dat ze atypisch worden genoemd. Als we dan een soort overzichtsbeeld gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk alle antipsychotica invloed hebben op het centraal zenuwstelsel. En dat ze dus ook interacteren met middelen die ook een sederende of dempende werking hebben op het centrale zenuwstelsel. Dus denk aan alcohol, morfine of andere inhiberende middelen zoals benzo's. Daarnaast zijn vele ook substraten of remmers van bepaalde CYP-enzymen, waardoor er regelmatig interacties kunnen ontstaan. En hebben ze natuurlijk een interactie met dopamine-agonisten, die bijvoorbeeld frequent worden voorgeschreven bij de ziekte van Parkinson of restless legs. Ja, aan de ene kant agoneren en aan de andere kant antagoneren gaat sowieso interacties geven. Daarnaast zien we ook dat er regelmatig contra-indicaties zijn voor atypische en typische antipsychotica. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij myocardinfarcten vanwege een verlengde QT-tijd die dan ontstaat. Maar ook de ziekte van Parkinson of Lewy body dementie is een contra-indicatie voor veel antipsychotica. En in dat geval wordt er vaak gekozen voor clozapine, een middel dat echt zeer beperkt aangrijpt op dopamine, maar het meer heeft van bijvoorbeeld die serotonine receptor. Nou, als we dan kijken naar de grofweg naar de bijwerkingen die ontstaan, van de ene kant de klassieke in het groen en in het blauw de atypische antipsychotica, dan zien we dat bij de klassieke, vanwege de inhiberende werking op vrijwel alleen de dopamine, dat veel extrapyramidale bijwerkingen ontstaan. Zoals een parkinsonisme, akathisie, acute dystonie of andere tardieve dyskinesie. Deze bijwerkingen kunnen ook ontstaan bij atypische antipsychotica, maar die zie je relatief wat minder. Daar zie je dan wat vaker bepaalde metabole bijwerkingen, zoals gewichtstoename, glucose-intolerantie en lipide-spectrumstoornissen. En dan zien we ook wel frequent dat mensen van bepaalde atypische antipsychotica het metabool syndroom kunnen ontwikkelen. Waar ook regelmatig en bij veel antipsychotica op gescreend moet worden, om te voorkomen dat dit gaat ontstaan en eventueel vroegtijdig in te grijpen. Nou, naast die antipsychotica speelt bij een bipolaire stoornis natuurlijk lithium ook een hele belangrijke rol als onderhoudsbehandeling. En lithium is vooral farmacologisch heel erg interessant. Het is een ion, staat op het periodiek systeem, zou dus niet veel moeten kosten en gaat dus eigenlijk heel goed door ons lichaam heen. Het gekke daaraan is, eigenlijk vergelijkbaar met paracetamol, is dat we nog niet helemaal weten hoe het werkt, maar dat we denken dat het iets doet met serotonine en noradrenaline. Wat we wel heel goed weten is dat het een middel is met een hele smalle therapeutische breedte. En dat betekent dat het gebied tussen het toxische en het subtherapeutische, dat gebied waar het eigenlijk niet werkzaam is, relatief klein is. Dit gecombineerd met het feit dat lithium puur renaal geklaard wordt, maakt dat het relatief moeilijk te doseren is. En ook ernstig afhankelijk is van de nierfunctie. Nou, als je dit weet, dan kan je ook al beredeneren wat een van de contra-indicaties kan zijn. Namelijk mensen met een ernstige nierfunctiestoornis, die zullen moeilijkheden hebben met dit klaren. En hoe slechter die nierfunctie, hoe vaak hoe moeilijker het is om dit in te stellen. Je kan dan ook automatisch beredeneren wat bepaalde interacties kunnen zijn. Dus eigenlijk geneesmiddelen die de nierfunctie wat voor reden dan beïnvloeden. Negatief, maar vaker, positief, maar vaker ook negatief. Dus dat de nierfunctie verslechtert, geven een interactie met lithium. En omdat lithium zelf ook bekend staat om een slechtere nierfunctie te geven, zou het een negatieve spiraal kunnen geven, waarbij je steeds hogere lithiumspiegels krijgt, gepaardgaande met weer een slechtere nierfunctie, wat weer een slechtere nierfunctie geeft. Nou, wat zie je dan nog veel voor bijwerkingen van lithium?
Veel patiënten klagen over dorst, fijne tremoren en gastro-intestinale klachten onder andere. Er zijn er nog veel meer. Dit zijn vaak klachten die vooral aan het begin van de behandeling optreden en in de loop van de tijd verminderen. Maar we hebben ook wat blijvende bijwerkingen. Dat zijn bijwerkingen die blijven zolang het lithium gebruikt wordt. En een aantal van deze staan hier aangegeven. Een ervan is bijvoorbeeld een hypothyreoïdie. En dat kan je heel goed verklaren omdat lithium heel veel lijkt op jodium. En jodium is natuurlijk het ion dat ingebouwd wordt in ons schildklierhormoon. En op het moment dat het schildklierhormoon lithium in plaats van jodium gaat inbouwen, krijg je eigenlijk schildklierhormoon met een onwerkzaam factor. Daarnaast zie je het nierfunctieverlies wat kan ontstaan bij lithium. En zie je een syndroom wat diabetes insipidus heet. Een syndroom waarbij je te veel of te weinig ADH hebt, waardoor je ontzettend veel gaat plassen. Waardoor je weer veel moet drinken. En deze ernstige bijwerking kan wel zorgen dat je soms 5 liter water per dag moet gaan drinken om niet uit te drogen. En het kan dan ook echt een serieuze reden zijn om te moeten gaan stoppen met lithium, omdat dat niet meer bij te houden is. Nou, dit is in een vogelvlucht een kort overzicht van de behandeling van een bipolaire stoornis met dus typische, atypische antipsychotica en lithium. En ik hoop dat dit voldoende duidelijk is. Een fijne middag nog.